Ja, goedemorgen. Ben ik? Heb ik geluid? Ja, goedemorgen allemaal hier in de zaal en ook thuis als je meekijkt. Fijn om samen zo te aanbidden. En het trof me zo weer vanmorgen. I'm no longer a slave of fear, but I'm a child of God. Zullen we dat allemaal zeggen? Nog een keer hardop. I'm no longer a slave of fear, but I am a child of God. Ik ben een kind van God en we hoeven niet meer bang te zijn. Wat is het geweldig om het leven met Jezus te leven elke dag. Elke dag is Hij in ons en door ons en voor ons. En dat is het mooiste leven wat je kunt leven. Genieten jullie een beetje van het mooie weer de afgelopen tijd? Ja. Wij zijn gisteren heerlijk wezen wandelen op de Loenermark, een fantastisch, prachtig natuurgebied. Maar inderdaad, ik heb het gevoel dat de zomer dit jaar op 21 augustus viel. Goed. Ik heb op mijn hart om vandaag te spreken over het onderwerp testen voor toegang. Een beladen onderwerp. En ik ga daar niet mijn mening over geven, maar ik wil het gebruiken als een voorbeeld. Jullie weten dat door de overheid is gezegd, als je een conferentie organiseert of een groot evenement, dan moet je je van tevoren laten testen, zodat we kunnen vaststellen of je veilig bent als je eenmaal binnen bent. En de bedoeling is dus om de veiligheid te waarborgen. En iedereen die slaagt voor die test, die mag binnengaan. En ik heb voor de aardigheid eventjes mijn coronatest-app erbij gezocht. Even kijken waar die is. Hier zo. Er staat op corona-check. En dan geeft hij die prachtige QR-code waaruit blijkt, ja, hey, ik ben veilig en dan mag je inderdaad naar binnen. Maar het punt is, je kunt er van alles van vinden. Misschien ben je het wel helemaal niet mee eens dat dat gebeurt en dat je getest moet worden voor toegang. Misschien vind je dat wel een hele nare gedachte. Of misschien zeg je wel van, nou, ik vind het top, ik vind het goed als iedereen die binnen is ook veilig is. Maar het punt is, je kunt er van alles van vinden, maar het is wat het is. De overheid heeft het bepaald en ja, we hebben daarmee te dealen op dit moment. Of je het nou leuk vindt of niet. En misschien vind ik het zelf wel helemaal niet leuk, maar ik geef even niet mijn mening, want daar gaat het niet om. Het gaat erom, het is wat het is. En we hebben ermee te dealen. Er wordt getest voor toegang. En als je naar binnen wilt, zul je die QR-code moeten laten zien. En eigenlijk, en dat is misschien voor sommigen verrassend, werkt het in het Koninkrijk van God vaak net op dezelfde manier. Want ik geloof dat God ons vaak veel meer wil toevertrouwen en weer meer wil geven dan we tot op dit moment ontvangen hebben. Maar hij wil wel ons testen. Hij test ons, hij stelt ons op de proef. Dat is ook wat de Bijbel zegt. En als we kwalificeren, dan wil hij ons over meer stellen. Ik wil vooraf even een misverstand uit de weg ruimen voordat ik hierover doorga. Maar de toegang tot het Koninkrijk van God is vrij. God zegt, iedereen die wil en iedereen die gelooft in Jezus mag binnenkomen. Je hoeft niet aan geen enkele voorwaarde te voldoen. Die toegang is altijd vrij. En vervolgens, als je in het huisgezin van God binnenkomt, dan ga je groeien. Je gaat geestelijk groeien. En God wil je meer en meer en meer gaan geven en je over meer en meer gaan stellen. Maar hij wil zien dat je opgroeit, want hij is een vader en wij zijn zijn kinderen. Dus dat is even de context. En dat is misschien maar goed ook, want weet je, je zou kunnen zeggen als christen van, ik heb God leren kennen, I'm no longer a slave of fear, het leven is goed, het leven kabbelt lekker door, en waarom zou ik nog moeilijk moeten doen, waarom zou ik nog testen moeten doen of moeten groeien? Misschien heb je er wel helemaal geen zin in. Maar dat betekent wel dat je dan stil komt te staan in je geestelijk leven, maar God wil dat we opgroeien naar volwassenheid, dat we gaan lijken op Jezus. Dat we hem gaan representeren. God legt zich niet neer bij de status quo in ons leven. Want hij is continu bezig om ons te vormen, ons te kneden en ons te laten groeien. En hij wil ons nieuw gebied geven. Ik wil graag een tekst met jullie lezen uit Deuteronomium 8, vers 7 tot 9. En daar spreekt God dat hij ons wil brengen in een goed land. Een land van bronnen en wateren die in de dalen en op de bergen ontspringen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en honing.
Een land waar je niet in armoede je brood zult eten, maar waarin je aan niets gebrek zult lijden. God heeft een plan met ons leven. Hij heeft gedachten over ons. Weet je, en hier is geen woord Spaans bij. Dit is de richting die God wil voor ons leven. Hij wil ons op een plek brengen waar het goed is. En waar we tot zegen kunnen zijn voor anderen. En dat proces van groei en toename is eigenlijk onbeperkt. Je kunt telkens weer een nieuw land innemen, een nieuw gebied ontvangen. Maar God wil weten of je eraan toe bent. En voordat je een nieuw gebied binnengaat, en ook soms daarna, zul je getest worden. In het gewone leven is dat ook zo. Als je een goede baan wil, ja, dan moet je vaak dat ene papiertje laten zien. Als je dat papiertje niet hebt, dan word je al niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Hè? Zo gaat het vaak. Een papiertje laat zien, dat diploma laat zien, dat je kwalificeert voor die job. Maar, en laten we daar ook geen misverstanden over bestaan, een diploma geeft je geen recht op een baan. Een baan moet je nog altijd gegund worden. Het is eigenlijk een gunst dat je die baan krijgt. En in het koninkrijk is dat ook zo. Het is genade als je meer invloed ontvangt. Maar God wil wel zien waar je staat in je geestelijk leven. In Deuteronomium 8, vers 2 staat: gedenk dan heel de weg waarop God, de Heer, u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Om u te verootmoedigen en om u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was. Of je al dan niet zijn geboden zou onderhouden. God had een doel met het volk Israël om hen door de woestijn te laten trekken. De route naar het land Kanaan was veel korter dan de reis die ze hebben afgelegd. Maar al die jaren dat ze door de woestijn trokken, had God een doel met het volk van God. En dat spreekt hij hier uit. Om te zien of ze zijn geboden zouden onderhouden. Of te zien wat er in hun hart was. Nou, ik heb hier een voorwerp meegenomen. Die heb ik vanmorgen even uit onze auto getrokken. Het is namelijk een pijlstok. En dit is een pijlstok uit onze kleine auto, onze Mitsubishi Colt. Die hebben wij als tweede auto. En ja, af en toe dan kijk ik daar eens even in. Dan haal ik de pijlstok eruit en dan kijk ik naar het olieniveau. En dat moet tussen twee grenswaarden zitten. En dan weet ik van, hey, het zit goed met de auto. Ik kan wel gewoon doorrijden. Maar het is een wat oudere auto, uit 2005. 16 jaar oud al, dus behoorlijk wat ouder. En er moet dus regelmatig wat olie bij. Dus ja, ik moet hem regelmatig checken, regelmatig olie bijvullen en dan rijdt hij als een zonnetje. Er is eigenlijk nooit wat aan de hand met die auto. Het is een hele betrouwbare auto. Maar het is wel goed om het in de gaten te houden, want ik wil niet dat die motor vastloopt. Want dan kan die naar de sloop. Het is wel aardig. Ik sprak laatst met Henk de Ronde en die zei van, ja, er is binnenkort een optocht van oude auto's in Voorthuizen. Dan moet je eens gaan kijken. Ik zei, mooi, dan kunnen wij achteraan aansluiten. Maar we houden hem in conditie. En zolang hij het goed blijft doen, dan blijft hij in de race. Maar af en toe steek je de pijlstok erin en je checkt het olieniveau. En dat is eigenlijk wat God bij ons ook doet. Hij wil gewoon af en toe eens even kijken hoe hoog staat de vloeistof. En hoe ver zijn we gevorderd in onze heiliging? Want God wil dat we groeien in ons karakter. En hij wil ons zegenen. En dat is niet alleen iets van het Oude Testament. Het staat ook in het Nieuwe Testament. Ik heb daar een tekst bij gezocht uit Hebreeën. In de Passion Translation. Daar staat, omarm Gods correctie volledig als onderdeel van je training. Want hij doet wat elke liefhebbende vader voor zijn kinderen doet. Want wie heeft ooit gehoord van een kind dat nooit gecorrigeerd hoeft te worden? We zouden allemaal Gods opvoeding moeten verwelkomen als bevestiging van ons authentieke zoonschap. Want als we zijn correctie nooit hebben doorstaan, bewijst dat alleen maar dat we vreemden zijn en geen zonen. En is het niet waar dat we onze aardse vaders respecteerden, ook al hebben ze ons gecorrigeerd en gedisciplineerd? Dan moeten we nog meer respect voor God, onze geestelijke vader, tonen als we ons onderwerpen aan zijn levengevende discipline. Gewoon een tekst uit het Nieuwe Testament waar staat van, hey, we zitten eigenlijk allemaal in die leerschool van God. En God wil dat we opgroeien naar zijn beeld. En de belangrijkste graadmeter waar dat uit blijkt, dat is niet hoe vaak je naar een kerkdienst gaat, of hoe vaak je in de Bijbel leest, of hoe vaak je
godsdienstige activiteiten doet, maar dat blijkt uit het echte leven. In het echte leven blijkt hoe ver je gevorderd bent in je geestelijke groei. Het is nogal makkelijk als de zon schijnt en alles gaat goed in je leven om de weg van God te houden. Dat is niet zo moeilijk. Maar in situaties van druk, van verleiding, van moeilijkheden en problemen, dan blijkt pas hoe ver je echt gevorderd bent. Ik geloof dat karakter het vermogen is om op de weg van God te blijven. Ook al heb je de wind tegen. En ook al komen er moeilijkheden en problemen op je pad. En verootmoediging is daar een onderdeel van. Want elke keer leidt God ons weer terug naar zijn troon. Naar zijn aanwezigheid. Hij wil dat we samen met hem door de dingen heen gaan. En ik heb die boodschap testen voor toegang genoemd. Omdat God ons altijd test voordat hij ons over meer stelt. Nou, er zijn verschillende soorten testen. En ik noem er hier eventjes 3. Er zijn nog veel meer, maar ik noem maar even 3 om dat even wat helderder te krijgen. Je hebt de test van je integriteit. Hoe oprecht, hoe eerlijk ben je? Je hebt de gehoorzaamheidstest. Ben je gehoorzaam aan de stem van God, bijvoorbeeld? En je hebt bijvoorbeeld de woordtest. Ben je gehoorzaam ook aan het woord van God? En vandaag wil ik het speciaal hebben over de integriteitstest. En dit zijn eigenlijk hele basale dingen voor ons leven als christen. En wat ik hoop is dat je, als je deze dingen gaat herkennen, dat het makkelijker is om er goed doorheen te komen. En Gods belofte is, als je trouw bent in het kleine, dan zal die je over veel stellen. Maar spreken over integriteit. Integriteit is eigenlijk het fundament van ons karakter. Het meest fundamentele kenmerk. En dat zegt iets over in hoeverre je gehecht bent aan Bijbelse morele waarden. En hoeverre je daar oprecht eerlijk bent en transparant over bent. Met andere woorden, in hoeverre je leeft wat je daadwerkelijk gelooft. Ik zeg niet dat je alles hoeft te weten, dat je alles moet weten op dit moment, want we zijn allemaal in een groei. Maar leef je met wat God je tot nu toe gegeven hebt? Leef je naar wat je gelooft? En als je het hebt over waarden, welke waarden zijn dat dan? Nou, dat kan van alles zijn. Dat zijn Bijbelse waarden, gastvrijheid, dankbaarheid, vrijgevigheid, noem maar op. Maar ook over hoe je omgaat met verleidingen in je leven, vervolging, loyaliteit, eerlijkheid. Dat zit allemaal in dat woord integriteit. Heb je verinnerlijkt wat je gelooft? En dat betekent dat je het ook uitleeft, dat je het laat zien. Natuurlijk is er zaad gezaaid in ons hart, het zaad van het woord. Maar hoe sterk is dat als het opkomt? Als de regen er overheen gaat, als de kou er overheen gaat. Misschien als er andere planten opgroeien. Hoe sterk is dat plantje van geloof in jouw hart? Dat blijkt uit zo'n test. En misschien denk je wel van, nou, dit is wel erg basic. Ik heb het niet nodig om getest te worden. Met mij zit het wel goed. Maar de Bijbel zegt, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Satan is erop uit om ons te ziften als de tarwe. Kijk naar wat de Bijbelse verhalen over de godsmannen. Job werd getest. Al zijn bezit en zijn gezondheid werd hem afgenomen. Om te zien of hij echt loyaal was aan God. Ik hoop niet dat het ooit mij overkomt. Mozes werd getest. Hij werd naar de woestijn gestuurd. Om zijn driftbuien af te leren. Jona werd getest, werd overboord gezet, omdat hij zakte voor de gehoorzaamheidstest. Petrus werd getest en zakte voor de test, omdat hij Jezus verloochende. En zelfs Jezus werd getest in de woestijn. Hij werd als het ware in verzoeking gebracht om de weg van God af te gaan, om bochten af te snijden. Maar hij wees het verleidelijke aanbod van Satan af en hij slaagde voor de test. Hij slaagde glansrijk. Dus laten we hier niet te makkelijk overdenken. Voor iedereen is wel een test te verzinnen waarvoor je zakt. Dus laten we heel dicht bij God blijven. Elke test gaat eigenlijk in 3 stappen. En ook dat helpt je weer om het te herkennen en er beter doorheen te gaan. En die stappen zijn eigenlijk als volgt. Het is heel simpel. Het eerste is wat er gebeurt. Dus je komt in een situatie waarin je waarden, dus wat je gelooft ten diepste, dat komt onder druk te staan.
Je komt in een situatie waarin je keuzes moet maken. Dat is de uitdaging die op je pad komt. Het tweede wat gebeurt is dat je gaat reageren op die uitdaging. En het derde is, dat is de fase van Gods zegen, is de uitbreiding van je invloed. Ik geef een voorbeeld uit de Bijbel. Het voorbeeld van Daniël. Daniël die diende aan het hof bij koning Nebukadnezar. Hij was in ballingschap, maar hij was daar aan het hof gekomen met een aantal andere jonge mannen. En aan het hof golden bepaalde regels over eten en drinken. Er werden bepaalde soorten vlees gegeten en er werd wijn gedronken. En dat werd verplicht gesteld voor al die jonge mannen die daar dienden. Maar dat was voor Daniël in strijd met de Joodse wetten van die tijd. En Daniël wordt voor de keus gesteld. Ga ik me houden aan de Joodse wet die het eten van dat vlees verbood en die drank? Of ga ik me houden aan de wet van de koning en meedoen met wat hij had voorgeschreven? En tussen twee haakjes, het gaat mij nu niet over de Joodse culturele wet, want die geldt niet meer voor ons. Maar gaat mij erom dat je trouw blijft aan je overtuigingen die God je heeft gegeven. Wat deed Daniël? Daniël ging in gesprek met eigenlijk de hofoudste, zou je kunnen zeggen, die de leiding had. En hij zei van ja, die man heette Aspenas. Hij zei tegen Aspenas, ja, als ik dit doe, dan kom ik in conflict met mijn overtuigingen, dus kan dat niet anders. Maar Aspenas zei tegen Daniël, als ik afwijk van het gebod van de koning, dan kan mij dat de kop kosten. Dus dat brengt mij dan in een lastige positie. En toen zei Daniël, en ik geloof dat dat echt wijsheid van God was, maar geef ons dan de kans om te bewijzen dat ons eigen voedsel beter is dan jullie voedsel. Test ons voor 10 dagen en beslis dan wie van ons er het beste uitziet. En Daniël zette echt een stap in geloof. Maar hij was trouw aan wat God hem gezegd had. En toen de 10 dagen voorbij waren, toen zagen Daniël en zijn vrienden zagen er veel beter uit dan de rest van de groep. Daniël die kwam op voor zijn overtuiging. Hij nam een risico dat hem zijn leven had kunnen kosten. Maar hij bleef op de weg van God. Hij besloot integer te zijn. En God zegende hem. En God gaf de 4 mensen kennis over literatuur en filosofie. En Daniël kreeg ook nog de gave om dromen uit te leggen. En na afloop van die periode moesten ze allemaal op gesprek komen bij koning Nebukadnezar. En de koning sprak met al die jonge mannen. En toen viel het hem op hoeveel Daniël en zijn vrienden, hoeveel zij eigenlijk wisten. En ze kregen allemaal een baan in de hofhouding van de koning. Laten we even samen lezen wat daar de conclusie was van koning Nebukadnezar. Dat staat in Daniël 8, vers 19 en 20. Daar staat, de koning sprak met hen. En dan mag even naar de volgende sheet. Lees maar mee. En onder die allen werd niemand gevonden, gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Wat zie je gebeuren? Er komt een situatie waarin je overtuiging onder druk komt te staan. Daniël reageert en zegt, ja, maar dat kan voor mij niet. En hij gaat het gesprek aan en weet het zo om te buigen dat hij eigenlijk de situatie bij God neerlegt. Hij zegt, test me maar. En God zegent dat. Daniël doorstaat de test, hij is trouw aan zijn overtuigingen en God breidt zijn invloed uit. Dat is wat in deze tekst eigenlijk staat. Ik geloof dat de snelste manier om carrière te maken is niet om compromissen te sluiten met je overtuigingen, maar trouw te zijn aan je overtuigingen, integer te zijn. En waarom is dat? Ik geloof dat de zegen van God het verschil maakt in je leven. Niet jouw vaardigheden, niet jouw prestaties, maar de zegen van God maakt het verschil. Dus wat ik daar straks al zei, een nieuwe baan moet je altijd nog gegund worden. Je hebt er geen recht op. Deze wereld leeft uit het gunnen van dingen naar elkaar toe. En niet staan op je rechten. Zo'n leven werkt niet in de praktijk. Maar de vraag is, slaag je voor de test? Ben je bereid om ten koste van jezelf, soms, je positie, je belangen, Gods weg te volgen? En als je slaagt voor die test, dan zal God je over meer stellen.
En laten we er geen misverstand over bestaan. De zegen van God is geen nieuw verdienmodel. Ook niet in de kerk. Maar het is een bijproduct van een integere levensstijl. Een tijd geleden gingen we een keertje zeilen met een groep mensen. Op het Veluwemeer, we hadden een zeilboot afgehuurd. En het was een fantastische dag. Maar op een gegeven moment moesten we het zeil strijken. En dat ging mis. En er kwam een hele grote scheur eigenlijk in het zeil. Ja, en dan moet je aan het eind van de middag moet je op hangende pootjes terug naar de haven. Waar we de huurboot moesten inleveren. En we hadden de zeilen netjes gestreken. Hoesje er overheen gedaan. Er was helemaal niks meer te zien. En dan ga je die boot inleveren. Wat zou jij doen? Het is heel gedoe, hè? Dan moet alles weer open en moeten die zeilen weer omhoog. Je wilt naar huis, je bent moe. Bovendien krijg je ook een extra rekening. Allemaal niet zo leuk. Wat zou jij doen? Dat zijn van die momenten, dan wordt je integriteit wordt op de proef gesteld. We hebben gewoon het verhaal eerlijk verteld. We hebben gewoon eerlijk gezegd van, joh, we hebben een fout gemaakt. Er zit een scheur in het zeil. We hebben het laten zien. En inderdaad, we kregen een extra rekening, maar die hebben we ook netjes betaald. Maar dat zijn onverwachte momenten. En testen komen altijd onverwacht. Je kunt je er niet echt op voorbereiden. Maar we worden op de proef gesteld in ons leven. En God, die ziet dat. En ik geloof dat God een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Ik geloof als je consequent integriteit nastreeft, en dan wordt het onderdeel van je karakter. En dan erf je ook de zegen ervan. Maar als je consequent zegen nastreeft, dan verlies je consequent je integriteit. Dus als je consequent integriteit nastreeft, dan ontvang je de zegen ervan. Maar als je consequent zegen nastreeft, je gaat voor de resultaten, dan verlies je op een gegeven moment je integriteit. Een ander voorbeeld is dat het zo makkelijk is om negatief te spreken over iemand anders. Om er zelf weer baat bij te hebben. Maar als je dat doet, dan word je er misschien op dat moment zelf beter van. Maar in Gods ogen ben je gezakt voor de test. Gods route naar zegen is de route van integriteit en eer. Maar dat wil niet zeggen dat als je A doet, dat je B ontvangt. Want zo simpel is het niet. Misschien volgen er nog wel meer testen. Maar ik geloof, hoe zwaarder en hoe vaker de testen komen, hoe groter de karaktergroei en hoe groter de zegen zal zijn. We hebben altijd zelf financieel bijgedragen in het Koninkrijk van God. Ik ga even een persoonlijk voorbeeld geven, van de wat vrij recent is nog. We zijn altijd trouw geweest in het supporten ook van de gemeente. En we hebben afgelopen jaar een ander huis gekocht. Het was een ingewikkelde hypotheekconstructie, dus we hadden allemaal deskundige mensen erbij gevraagd om dat te begeleiden. En dat leek allemaal heel goed te gaan. Tot het moment dat we onze belastingadviseur inschakelden om onze belastingen van afgelopen jaar op een rijtje te zetten. En op een gegeven moment belde hij op en zei, hoe heb je dat precies gedaan? Ik zeg, nou, volgens mij zo en zo. Hoe zei hij, maar dat is niet de goede volgorde om in aanmerking te komen voor een bepaalde belastingaftrek. Er was niks onwettigs gebeurd, maar we hadden het gewoon niet goed gedaan. En dat betekende dat we niet meer in aanmerking kwamen voor die belastingaftrek. En dat ging wel om een bedrag van tussen de 4 en 5 nullen. Dus wij schrokken daar best van. Dus ik zei tegen die adviseur, ja, wat raad je aan om ons te doen? Want ik wist het helemaal niet. Hij zei, nou, je hebt er wettelijk geen recht meer op, maar het enige wat je nog kan doen is de zaak eerlijk openleggen bij de Belastingdienst. Nou, ik weet niet of jullie de Belastingdienst een beetje kennen. Ik moest daar even over nadenken. Nogmaals, we hadden geen fouten gemaakt, maar we hadden het op een bepaalde manier gedaan, waardoor we geen recht meer hadden op aftrek. Uiteindelijk hebben we gezegd, oké, dat is goed, doe het maar. Dus er is een eerlijke brief opgesteld waarin we de hele situatie hebben beschreven. En gewoon hebben gezegd, ja, wij wisten niet, dit is specialistisch, dat had misschien anders gemoeten, maar zo is het gegaan. Niemand is erdoor benadeeld, niemand is erdoor bevoordeeld, maar we hebben het recht op aftrek verloren. En kunnen jullie iets doen? Nou, dat waren een paar spannende weken voor ons. En dan voel je een beetje aan het lijntje hangen. Weet je wel, je hebt er geen invloed meer op,
Je weet niet, valt het kwartje naar links, valt het kwartje naar rechts. En het was best wel spannend voor ons. We hebben ervoor gebeden. En we hebben gezegd, Heer, we hebben altijd onze financiën in uw hand gelegd. We zijn er nooit op uit geweest om rijk te worden of wat ook maar. We hebben altijd gediend in het koninkrijk. Heer, wilt u ook nu zorgen dat het goed komt? We rekenen op uw gunst. Een paar weken geleden kregen we een brief. En daar stond in dat de Belastingdienst bereid was om mee te werken. Wat was er gebeurd? Die brief was terechtgekomen ergens bij iemand die op hoog niveau zat in de Belastingdienst. Ergens op het bureau van de directie, op dat niveau. Want daar, hij was ondertekend door iemand die daar zat. En ze verklaarden zich bereid om mee te werken. En kort geleden kregen we onze beschikking. En er was geen hoge aanslag, maar we kregen geld terug. Ja. En nogmaals, ik geloof niet dat je als christen recht hebt op dit soort dingen. Want het koninkrijk werkt niet met rechten en verdiensten. Dat is helemaal niet Gods ding. Het koninkrijk werkt met groeien en gunnen. En trouw zijn en integer zijn. En ik geloof dat als je zo leeft, dat Gods bescherming op je leven rust. En dat hij zal zorgen voor situaties waar jij niet meer uitkomt. En je leven is vol van dat soort situaties. We hebben het zo nodig om onder de machtige hand van God te leven en door hem gezegend te worden. Niemand ontsnapt aan de leerschool van God. We zijn allemaal leerlingen, we zijn allemaal discipelen. En er zijn op dit gebied geen uitzonderingen voor niemand. Er zijn geen sluiproutes. Iedereen zou moeten leren hoe het werkt in het koninkrijk van God en zou moeten opgroeien naar geestelijke volwassenheid. Wat mij zo bemoedigt is dat Jezus onszelf hierin voorging. Want hij stond op een bepaald moment in zijn leven voor de keuze om vrijwillig te sterven aan het kruis. En het lot van de mensheid lag in zijn handen. Hij had het er ontzettend moeilijk mee. Dat beschrijft de Bijbel ook. Hij zweette tranen van bloed. Hij was God, maar in de gestalte van een mens. Zou hij gehoorzaam zijn? Zou hij alles geven om ons te redden? Vaak is het voor ons al moeilijk om iets op te geven om één persoon te redden. Maar Jezus toonde zijn goddelijke karakter. Hij gaf zijn leven aan het kruis om ons vrij te kopen van elke schuld en van elke gefaalde test. Want we falen allemaal wel eens voor een test. Zijn doel is om ons tot leven en eer te brengen. Om ons te bevrijden van elke negativiteit, alles wat ons er neerdrukt en alles wat ons van zegen berooft, wil hij uit ons leven verwijderen, zodat er meer kan komen. En omdat Jezus slaagde voor de test, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Omdat hij bewezen had over een goddelijk karakter te beschikken. Bij God is vrijheid, leven en eer. Maar wel langs de weg die God wijst. En misschien ben je ontmoedigd geraakt door het leven. Dan wil ik je vandaag bemoedigen om opnieuw de keus te maken om Gods weg te gaan. Maar ook als je verslapt bent in je geloof, wil ik je aanmoedigen. Ga opnieuw de weg van God. Want op de weg van God is leven en overvloed. Zelfs als je alles kwijtraakt, zoals Job overkwam, is God in staat om je alles weer terug te geven. Want Gods zegen en niet onze inspanning maakt het verschil in je leven. Gods genade is groter dan ons falen. En hij heeft ontzettend veel geduld met ons. Maar hij verlaagt nooit zijn standaarden. En hij zal vanaf nu altijd af en toe de pijlstok er even insteken in jouw leven. Eens even heel goed kijken. Hoe staat het erbij? En als we zakken voor een test, dat is helemaal niet erg. Dan mag je hem gewoon overdoen. Want dan komt hij nog een keer. Yeah. Als je weer zakt, dat is helemaal niet erg. Dan komt hij nog een keer. Yeah. En misschien zeg je wel, maar ik wil dit en ik wil dat. En zegt God, ik heb deze test voor jou. En ik wil dat je slaagt. Want je kunt het. Want in Christus ben jij meer dan overwinnaar. Amen. Amen. Ja. Je kunt je niet voorbereiden op wat onverwacht komt. Maar wat je wel kunt doen, is wat David deed.
We mogen naar God gaan en vragen, Heer, ken mijn hart, toets mijn gedachten en leid mij op uw weg. Ik geloof uiteindelijk dat Jezus elke test die wij doormaken, reeds heeft volbracht. Hij is geslaagd en in hem zijn wij ook geslaagd. Want in hem is er geen twijfel, geen angst en geen zwakte. En daarom is het zo belangrijk om God te zoeken. Want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Het woord overwinnaar is het woord Nike, hè, in het Grieks. En meer dan overwinnaars, dat zijn hyper-Nike's. We zijn hyper-Nike's in Christus. En we mogen slagen voor de test die God voor ons heeft. Ja, maar we hebben niet de luxe om te verslappen. Want testen komen onverwacht. Dus zorg dat je alert bent. Zorg dat je scherp bent. Zorg dat je bij Jezus bent, aan zijn hand door het leven gaat. Want dan zul je overwinnen. En ik wil afsluiten met dit gebed van David. Zullen we dat allemaal hardop bidden? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Amen. Amen.